Nou, de buschauffeurs die staken landelijk. Dit is onderdeel van de landelijke staking georganiseerd door de FNV en de CNV. In de strijd voor een betere CAO, of in ieder geval een niet verdere aftakeling van de huidige CAO in het stad- en streekvervoer van heel Nederland. Dus het houdt vandaag in dat in heel Nederland op dit moment weinig tot geen bussen rijden? Dat is inderdaad correct. En het voornaamste doel nu is om eigenlijk de werkgevers weer terug aan de onderhandelingstafel te krijgen. Die zijn helaas weggelopen en er is al door de woordvoerder vanuit de werkgeversorganisatie aangegeven. Dan maar geen CAO. Dus dat betekent helaas dat wij deze acties nog verder zullen moeten voeren. En nou zeg je acties verder zullen moeten voeren. Wat houdt het dan in dat er meer dagen zijn dat er geen bussen rijden? Of dat er op bepaalde tijden geen bussen rijden? Of... Dit houdt helaas in dat er op meerdere dagen gestaakt gaat worden. Wat dus echt betekent dat er geen tot heel weinig bussen gaan rijden. We hebben altijd collega's die om wat voor reden dan ook niet kunnen of niet willen staken. Deze roepen we natuurlijk wel op om eigenlijk met ons mee te doen. Want het is ook een CAO voor jullie. Het is gewoon heel erg lastig. De passagiers zijn hier van de dupe. Het kost ons als stakers ook gewoon nog geld daarin. En wij zijn buschauffeur. Wij vervoeren heel graag de mensen, maar wel graag op een manier die verantwoord en veilig is. Fijn voor de passagiers en zeker ook fijn voor ons. En nou staken jullie vandaag in verband met de hoge werkdruk. Wat maakt de werkdruk dan het zo hoog? Er is gewoon een chronisch personeelstekort in het stad- en streekvervoer. Het is helaas een niet zo'n heel erg charmant beroep voor de jongere mensen die kunnen gaan werken op de arbeidsmarkt. Die willen we toch oproepen om zich aan te sluiten om dit mooie beroep te kunnen uitoefenen. Op dit moment is de werkdruk voor ons vanwege het personeelstekort dat wij aanhoudend de vraag krijgen. Wil je extra komen werken? We zoeken nog mensen. De diensten worden gewoon wat verder uitgeknepen. Dus we worden wat langer ingezet. We krijgen steeds langere diensten. Steeds vaker dat er ook maar 11 uur tussen onze diensten in zit. Nou, 11 uur klinkt heel erg ruim. Maar als je net klaar bent met je werk, je moet nog naar huis. Je hebt eventueel gezin thuis. Dan wil je nog wat quality time mee hebben. En de volgende ochtend mag je alweer vroeg beginnen. Dan is die werkdruk gewoon veel te hoog daarin. En nou zeg je net dat het een mooi beroep is. Wat maakt dit beroep dan zo mooi voor de jongeren? Nou, het is een heel stuk vrijheid wat dat je ook hebt. Je hebt geen baas die eigenlijk continu in je nek zit te hijgen en mee aan het kijken is of dat jij je werk goed doet. En je bent op de weg, je kunt lekker je rondjes rijden. Als je er inderdaad van houdt van om op de weg te zitten. Als je een hekel hebt aan autorijden, dan moet je inderdaad geen buschauffeur worden. Maar ook het contact met de passagiers is hartstikke leuk. Vaak krijg je de mooiste verhalen en de mooiste gesprekken met de passagiers. Je bent een stukje maatschappelijk verantwoordelijk ook bezig. Je kunt mensen helpen waar nodig. En helaas, doordat er iedere keer in die rijtijden gesneden wordt, hebben wij daar ook steeds minder tijd voor. Wat natuurlijk ook gewoon een stukje de plezier en de lol van dit beroep weg begint te nemen. En stel ik wil de komende dagen de bus pakken, waar kan ik controleren of überhaupt de bussen rijden voor de reizigers? Hou de sites van de vervoerders zelf heel erg goed in de gaten. Kijk, 9292ov.nl is een hele goede site om combinatiereizen te maken. Dus ga je met de trein en met de bus, dan is 9292 een hele goede om een kort overzicht daarin te krijgen. Maar voor de actuele bussen die rijden, kijk op de sites van de vervoerders zelf. Dus ga naar bravo.info, ga naar hermes.nl of ga naar arriva.nl.